Dit is Drenthe Nu van donderdag 4 januari met vanavond. Waterschappen vechten tegen hoog water aan de randen van Drenthe. Na jaren oplossing voor opvang van dementerenden op het Ridderveld in Emmen. En na lange pauze richt ijsracer Jasper Iwema zich in Zweden op WK-deelname. En het viel mee met de regen vandaag, toch blijft de waterstand hoog, ook bij het Lieverse Diep. Roel Lubbers maakte daar deze foto. Nou, heb je ook een mooie weerfoto gemaakt, dan kun je die mailen naar weerfoto@rtvdrenthe.nl. En het uitgebreide weerbericht hoor je zo van Robert. En goedenavond. Nog altijd veel water dus in Drenthe. De waterschappen zijn er al weken druk mee. Het gemaal Zedemuiden in Zwartsluis draait volop, vooral om Meppel uit de problemen te houden. Door de vele regen draaien de gemalen overuren, zo ook bij Zwartsluis. Drie grote pompen draaien daar al 2 weken lang de klok rond om het overtollige water in het Meppelerdiep af te voeren. Ja, voor ons is het hartstikke druk. Alle hens aan dek. We zijn hier vanaf 20 december continu in bedrijf voor de waterafvoer in Meppel. Onder andere in Meppel. Dit is het hele gebied wat water aflaat richting Meppel. Dat komt hier in Meppel allemaal samen, gaat via het Zwartsluis, wordt het naar het Zwarte Water via het Ketelmeer naar het IJsselmeer afgevoerd. Ja, doen we dat niet, dan hebben we in Meppel en hier rondom Zwartsluis best wel een probleem. Dan krijgen we natte voeten en dat willen we te altijd voorkomen. De pompen in Zwartsluis zullen ook de komende dagen volop blijven draaien. Dat wordt ook dit weekend weer belangrijk. De IJssel die gaat weer iets stijgen in het weekend. De vecht zien we dat er heel iets een stijging komt. Ja, in combinatie met een vol IJsselmeer zal het voor ons nog wel even duren dat we hier zitten. Genoeg te doen voorlopig. Wij hebben genoeg te doen. Toch kunnen de waterschappen niet voorkomen dat sommige mensen natte voeten krijgen. Bijvoorbeeld op camping Pol in Matsloot bij het Leekstermeer. Ja, er zijn heel veel dingen onder water. Je hebt eigenlijk hier een dijk. Wij staan net voor de dijk. Maar gelukkig op palen, dus wij hebben er eigenlijk vrij weinig last van. Maar alles wat voor de dijk staat, dat heeft last van hoog water nu, ja. Maar je ziet ook nu wel dat het een beetje over de dijk heen komt, hoor. Want als je in onze kelder kijkt, dan staat het water nu zo hoog. Dus daar hebben wij wel last van. Met zandzakken wordt geprobeerd om erger te voorkomen. Maakt ons niet per se heel veel zorgen, maar ja, leuk is anders natuurlijk. Ruim 91.000 mensen haalden de afgelopen 3 maanden een coronaprik in Drenthe. GGD Drenthe spreekt van een goede opkomst, want er was gerekend op het zetten van zo'n 75.000 prikken. Vooral in de laatste weken van het afgelopen jaar werden veel prikken gehaald. De prikronde is nu voorbij, maar deze vaccinatie blijft beschikbaar voor zwangeren en mensen met een verwijzing van een behandelend arts. Het Ridderveld in Emmen. Bijna 10 jaar lang was het een speelveldje en een ontmoetingsplek voor de wijk. Dat er een opvang voor dementerenden ging komen, stuitte op protest. Maar buurtbewoners slaagden erin om een deel van het veldje te behouden. En de nieuwe buurman lijkt uiteindelijk de kwaadste nog niet. Het is even omlopen voor buurtbewoners als ze het Ridderveldje op willen. Vorig jaar was er nog een groot grasveld, maar inmiddels is de nieuwbouw van het zorgcomplex zo goed als afgerond. Die heeft heel lang een school gestaan en die school is afgebroken en daar zou eerst een nieuwe school komen, maar dat is niet gerealiseerd. En dat veld is ingericht ook om wel te benutten als speelveld, dus er stonden doelen en speeltuintje, dat stuk wat hier achter mij, dat was toen aangelegd. Ja, en op die manier hebben we 10 jaar het veld beschikbaar gehad. Nadat de plannen voor de opvang concreet werden, klom de buurt de barricades op. En dat was uiteindelijk niet voor niets. We hebben inderdaad een deel behouden. Dus daar zijn we wel heel blij mee. En dat is het stukje wat hier achter het gebouw zit. En dat gaan we samen ontwikkelen met de gemeente. En hoe het precies wordt, we zijn tekeningen aan het maken. We hebben een hele hoge ambitie, dus wij hebben een heel groot kasteel ingetekend. Maar goed, dat kost natuurlijk ook weer wat. Dus we kijken ook naar de financiering en wat is er mogelijk met de middelen die er zijn. In de tussentijd is de opvang, het gastenhuis met 22 plekken, bijna gereed. De beheerders hebben begrip voor de teleurstelling destijds. Ja, natuurlijk wel spijtig. Ik begrijp het ook wel. Want hier is ook een mooi speelveld en dan opeens wordt er wat gebouwd. Dus ik begrijp heel goed dat men niet al te enthousiast was over het feit dat hier wat gebouwd werd. Maar wij hopen wel dat we een goede band kunnen opbouwen met de bewoners. We hebben contact gehad met het comité. Dit hebben wij voorgelegd aan onze directie. En daar staat men best wel welwillend tegenover. En ik verwacht wel dat een en ander mogelijk moet zijn.
Ja, Daan en Lotte, dat zijn de populairste babynamen in Drenthe. Daan stond in 2020 en 2021 ook al op 1 en afgelopen jaar opnieuw. Ook Nout, Noah en Milan zijn populaire jongensnamen in Drenthe. Meisjes kregen in 2023 naast Lotte het vaakst Sophie, Lauren of Emma als naam in onze provincie. Ja, alle finalisten van het Protos Wering zaalvoetbaltoernooi zijn bekend. FC Meppel plaatste zich gisteravond als 6e en laatste club voor de finale. In de tussenronde waren de Meppelers onder meer te sterk voor titelverdediger SVBO. In een directe confrontatie werd de winnaar van vorig jaar met 3-0 verslagen. Eerder plaatsten Hogeveen Zondag, HZVV, Gramsbergen, Noordse Schut en LTC zich voor de finale. En die finale is zaterdag vanaf 11:55 live te zien op TV Drenthe via onze website en in de app. En Robert ging in Assen op tjak bij een groot darttalent. De 20-jarige Kelvin Nicolai hoopt deze maand een tourkaart te bemachtigen. En die geeft hem toegang tot toernooien van de Internationale Dartbond. Vorig jaar deden er volgens mij ruim 4.500 mensen mee. Ja. In Engeland en Duitsland zijn er ongeveer tussen de 10 en 15 tourkaarts te verdelen. Mm-hmm. Dus de kans is klein. Maar als je volgende week gewoon goed bent en je staat op dat moment, dan is het zeker mogelijk. En dan geen grote geldprijs, maar wel een nieuwe liefde. Dat was de buit van ijsracer Jasper Iwema uit Hooghalen afgelopen jaar. Hij liet zijn motor in de schuur en deed mee aan het tv-programma Een Jaar van Je Leven. Inmiddels heeft hij zijn racecarrière weer opgepakt en is hij 1,5 maand geleden samen met zijn vriendin Wanda naar Zweden vertrokken. 1,5 jaar lang had Iwema zijn ijsspeedwaymachine niet aangeraakt. Maar in Zweden kan hij nu weer naar hartelust trainen. Ja, die zenuwen waren achteraf niet nodig, want eigenlijk vanaf de eerste meter voelde het gelijk goed aan. En wat lastiger was eigenlijk dat de eerste paar trainingen gelijk al een aantal dingetjes stuk liepen. Waardoor ik eigenlijk vrij weinig aan het rijden toe kwam. En op dat gebied merk ik wel dat ik dan een jaartje ertussenuit ben geweest. En dan loop je wel tegen een paar dingetjes aan van hoe zat het ook alweer, hoe ging dat? In dit huisje wonen de Turtledivers inmiddels al 1,5 maand samen in Zweden. En dat bevalt goed, hoewel het voor Wanda in het begin nog wel even slikken was. Het is een prachtig land, maar ik heb zo moeten wennen aan die kou. Ik heb hier ook al gezeten met min 16 en min 20. En dan is het echt goed koud hoor, ja. Deze maand moet Iwema zich hier in Zweden ook zien te plaatsen voor de strijd om het wereldkampioenschap. Een wedstrijd die het verloop van de rest van zijn seizoen volledig bepaalt. Ja, dat is zeker spannend. Maar ik kijk heel erg naar uit en ik heb er veel zin in. En ik ga in ieder geval vol vertrouwen die wedstrijd tegemoet. Met plezier kijken ze samen terug op hun avontuur in het tv-programma Een Jaar van Je Leven, waarin ze elkaar leerden kennen. Zonder telefoon en internet waren ze maanden afgesloten van de buitenwereld. Maar dat heeft ze ook zeker wat gebracht. Ik heb natuurlijk dankzij het programma mezelf eigenlijk voor het eerst opengesteld voor de liefde. Nou, ik denk dat is wat ik daar heb leren doen. Ik probeer me wel wat minder vol te plannen. Dat alles even wat rustiger en dat je wat vaker doet wat je zelf wil. Want de rust die je had in de loods, dat geen agenda, geen wekker, dat beviel me echt prima. En gelukkig kan dat in Zweden ook wel. Kijk, in Nederland is het wat anders, maar in Zweden heb je wel echt wat meer rust. Concrete plannen voor hun verdere toekomst hebben ze nog niet. Daar gaan ze pas over nadenken na de WK-kwalificatie van 27 januari. Het is nat in Drenthe. Dat is geen nee natuurlijk. Ook hier aan het Kleubenveld, een klein hoekje stadsnatuur aan de rand van Assen, is het goed sompig en stiet het water vrij hoog. Maar er komt verandering in. Het water trekt langzaam voort en dan krijgen we koude nachten en ook koude dagen verwarm. De wind is niet voor de deur. De locht die wordt kolder dus en dat kon vanavond en ook vannacht al marken. Onder aanvoer van een wind uit oostelijke richting koelt de locht af naar een graad of 2. En er komt van nijs nog een regengebied aan.
Een klein maar dapper storkje komt onze kant op Dream vanaf het kanaal. En dat kanaal tussen Groot-Brittannië en het Europese vasteland. En die storing die komt in botsing met een hoge drukgebied boven Scandinavië. Nou, wat gaan wij daar van Mark morgen? Een beetje miserig weer, regenachtig weer, bij toeren. Een graad 4, 5 in de zon, die kunnen we niet te zien. Dan kijken we nog even naar de vooruitzichten. Zaterdag wordt een overgangsdag. Graad of 3, misschien 4, kan wat kolder aanvoelen. Leste buien mogelijk en dan stiet zondag de winter voor de deur. Nachtvorsen van min 5 in de nacht en overdag nauwelijks boven 0. Noordoostenwind, een dreuge noordoostenwind en fijnzinnigie. Tot morgen. En tot zover deze Drenthe Nu. Blijf op de hoogte via de app of rtvdrenthe.nl. En dan lees je bijvoorbeeld dat Drentse musea meer bezoekers over de vloer kregen. Toch zijn er zorgen over de financiën. Voor nu een fijne avond gewenst en graag tot morgen.